Nou, hallo, wij gaan u interviewen op het bombardement. En... Heb je geen leukere teksten? Sorry. Hoe oud was u wanneer het bombardement was? Nou, het bombardement was op 3 maart 1945 en ik ben geboren op 23 mei 1941. Dus ik was 3 toen het bombardement begon en ik was 4 toen ik uit het ziekenhuis kwam. Oh, u bent ook in het ziekenhuis geweest? Ja, ik ben slachtoffer. Ja, klinkt een beetje dramatisch. Ik ben slachtoffer van het bombardement, want wij woonden in de Wilhelmina van Pruisenstraat. En van mijn zuster, die is 4 jaar ouder dan ik, heb ik gehoord dat mijn moeder, die is inmiddels overleden, het een beetje eng vond om in huis te blijven terwijl die vliegtuigen daar allemaal gingen. Dus toen wilden ze op straat. Nou, toen zijn we mijn vader en mijn moeder en mijn zus en ik op straat gegaan. En toen herinner ik mij dat op die ochtend op de spoorbaan Den Haag-Leiden, dat is de grens met Voorburg, was een enorm groot vuur. Daar moet een zware bom gevallen zijn. En even later begonnen er allerlei stoffen en winden, draaiwinden, dus vuil overal. En toen kwam vlakbij ons, waar we lagen, heb ik ook een heel groot vuur gezien. Dat herinner ik mij. En toen moet ik zelf getroffen zijn, want mijn vader kreeg een bomscherf door zijn hoofd. Oh. En die was op slag dood. En mijn moeder heeft toen zijn horloge, zijn ringen, zijn portefeuille afgenomen. Toen zegt ze, hé, waar is Hans? Oh. Ik was er niet meer. Oh. Dan zegt hij, waar ben je dan naartoe gegaan? Ik kon niks, want ik was getroffen. Aan mijn arm, dat kan je ook een beetje zien en zo, weet je wel. En ik lag verderop, richting Voorburg, zat ik op de straat. En mijn moeder liep de goede kant op, want de andere kant was er brand in de wijk. Mm-hmm. En geen brand richting Voorburg. En daar vond ze me. En toen deed ze een volgende wonder voor. Mijn moeder liep met mij en mijn zus onder die spoorbaan door naar Voorburg. Want ze wist dat daar een dokter woonde. En daar heeft ze me gebracht. En toen kwam er een automobilist, die had benzine in zijn auto, op die tijd. En toen heeft de dokter gezegd, je mag uitsluitend gewonden rijden. Oh. Want mijn moeder wou met mij mee naar het ziekenhuis, maar dat mocht niet. En toen ben ik als een van de eerste in het ziekenhuis Antoniushoven terechtgekomen. En toen waren er nog voldoende medicijnen tegen tetanus. Oh. Ja, want deze arm lag helemaal open, dus dan gaat het vuil erin. En dat is heel voor besmettingen, ontstekingen. Nou, en toen lag Hans in zijn bedje. Maar was het dan niet moeilijk, nadat u uit het ziekenhuis kwam, om uw moeder dan weer, of voor uw moeder om u weer terug te vinden, aangezien u dan nou ja, in de auto bent? Bezocht mij natuurlijk wel. Ja. Want kijk, zij had het idee, die jongen gaat dood. En die kans was ook aanwezig. Mm-hmm. Dus ja, die wou me toch elke dag bezoeken. En ik herinner me eigenlijk van het ziekbed zelf niet veel meer. Alleen dat ik niet zozeer in bed lag, maar zat. Want die arm, deze arm, die was in een stellage, zat eronder. En ze hebben huid uit mijn lies, hebben ze hier opgelegd. En dan moest het genezen. Oh, ja, nou, dat heeft tot een verbluffend resultaat geleid, kijk maar. Je ziet, dat zijn niet zo mooi. Tegenwoordig kan dat veel mooier. En toen mocht ik na een aantal weken, mocht ik opstaan. Eindelijk mocht ik eens staan. Mm-hmm. En ik bungelde met mijn benen buiten het bed. En toen bleek ik een verlamming te hebben in mijn rechterbeen. Dus ik kon niet lopen. Ook door... Oh, ja, waarschijnlijk wel. In die zin kan je zeggen dat ik slachtoffer van de oorlog ben, maar het is maar hoe je het voelt, hè? Ja. Ik heb het overwonnen. Maar ik vertel even het verhaal dat je weet wat er toen hier vlakbij gebeurd is. En er zijn toen toch ruim 700 mensen overleden. Mm-hmm. Het is een van de grotere bombardementen in Nederland, maar die krijgt in de journalistiek en in de kranten veel minder aandacht dan Rotterdam en Nijmegen, Arnhem. Die staan altijd in de publiciteit. Maar dit was een heel groot waarom bombardement. Waarom denkt u dat dat zo is? Ja, heb ik geen idee van. Geen idee. Ik weet het niet. Kijk, de verwoesting van Rotterdam was natuurlijk veel groter. Ja. Hier is een deel van de wijk is gebombardeerd. En dan nog door een vergissing. Heb je dat gehoord? Dat het bombardement eigenlijk een vergissing is? Oké. Ja, maar als ik vertel wat je al weet, dat is niet de moeite waard natuurlijk. Ja. Hoe had je gezegd het is? Hoe was uw leven eigenlijk voor de oorlog? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, want ik ben in mei 41 geboren. En we hebben waarschijnlijk gewoon een gezellig leven thuis gehad. Wij hebben ook in de hongerwinter, dat was de winter van 44 op 45, hebben wij geen honger geleden. Dus we waren kennelijk qua gezondheid behoorlijk sterk. En mijn vader die was stuurman op de grote vaart. Dat betekende hij voer in het toenmalige Indië. En toen had hij in 1940 kreeg hij groot verlof. Want vroeger maakte je reizen
van 1,5, 2 jaar. En dan zat je vrouw, die zat thuis. En toen is mijn vader dus met mijn moeder en mijn zus, want die is in Singapore geboren, zijn ze naar Nederland gekomen. Nou ja, en toen ze hier kwamen, toen was het in 40, 45, was het een bal. En dus mijn vader heeft dus niet overleefd en ik ken mijn vader niet. Ik heb totaal geen herinnering aan hem. Mensen die mijn vader gekend hebben, die zeggen, nou, je lijkt spreken toch. Wij kennen hem niet. Ja. Dus en ik kan ook die vraag eigenlijk niet goed beantwoorden. Ja. Heeft u dan ook al, heeft u helemaal geen vaderfiguur in uw leven gehad dan? Ja, want kijk, wij waren dus alles kwijt. Ja. Dus mijn moeder, kijk, ik zeg altijd zo, als ik aan de oorlog terugdenk, het grootste slachtoffer van de oorlog is mijn moeder. Mm-hmm. Die is haar man verloren, die is haar huis verloren. Die heeft bijna een kind verloren. En ze sprak er weinig over. Maar ze heeft dus een diep, tragisch ding meegedragen. Ja. En waarom hebben we het gered? Omdat zij ook een huis moesten hebben. En toen is ze ingetrokken bij haar vader, mijn opa. En die woonde hier verderop in de Lekstraat, bij het station. Ja. En die had een huis, want die was weduwnaar geworden in de oorlog. Mm. En als je mij dus vraagt, heb je geen vader? Ja, mijn opa is mijn vader geworden. Oh. En aan mijn vader, mijn opa, daar kan ik een heleboel dingen over vertellen. Ik weet dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Ik weet zeker dat die beïnvloed zijn door hem. Dus dat... hebben we weer een gezin gevormd. En dat moest ook, want we hadden weinig geld. Ik weet nog goed dat bij ons thuis in de keuken stond zo'n sigarettenblikje. Daar zat het huishoudgeld in. Daar moesten we het elke week mee doen. Dus het was niet zo van creditkaart. We hebben een mooi leven gehad. Maar we moesten goed op de centjes letten. Maar daar word je niet slechter van. Maar ik kijk op, ik kijk op mijn leven, zeker tot nu. Kijk ik met grote tevredenheid op terug. En die oorlog heeft mijn leven ook niet bepaald. Er zijn mensen die hebben hun hele leven dragen ze mee. Ja, die hebben de impact. En dat begrijp ik ook. Ja. Maar ik heb het overleefd. Ik heb er eigenlijk, ja, ik loop een beetje minder makkelijk en zo. Maar verder heb ik eigenlijk geen last van. En ik heb zelf een mooi leven gehad. Ook mentaal niet. Nee. Ja, ik ben gezegend met een optimistisch karakter. Ja, zeker. En ik hou ook van doorzetten. Nou ja, en als je dan vanuit de huissituatie, mijn opa is echt mijn coach geweest. Dan, en als je die eigenschappen dan blijkt te hebben, dan kan je het ook redden. Ja, dat is dus ik heb eigenlijk ook nooit in mijn leven, laten we zeggen, hulpgevaar van een psycholoog of wat ook. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Het ging ook. Het ging ook. Dus ik ben helemaal niet, voel me helemaal geen tragisch figuur. Kent u nog verder andere familieleden of vrienden die zijn gestorven tijdens het bombardement? Andere familieleden? Nee. Nee. Kijk, mijn opa, die kwam uit een gezin van 18 kinderen, die was katholiek. En daar had hij een bloedhekel aan. En toen is hij helemaal doorgebroken voor de oorlog naar de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Dat is later de Partij van de Arbeid geworden. Dus hij was zo rood als een biet. Ik ook, daardoor. Nog steeds. Lid van de Partij van de Arbeid. Daar moet je op stemmen. Goed, gratis advies, kijk je er even bij. Maar en in die grote familie weet ik ook niet of de mensen gestorven zijn. Nee. Ook niet in die kennissenkring van mijn moeder zijn er geen mensen die een kind of wat ook verloren hebben. Nee. En zeg maar, bent u boos op het bombardement, zeg maar, qua dat er een fout is gemaakt? Ja kijk, daar moet je natuurlijk altijd boos over zijn. Ja. Dat kan niet anders, hè? Ja. Het is ook zo stom, hè? Maar dan zei je, hoe kan dat dan gebeurd zijn? Zijn er de berichten verschillend over, maar goed. Het is dus fout gegaan. Maar ja, dat hebben die mannen, die tapere mannen die in die vliegtuigen zaten, niet expres gedaan. Nee, natuurlijk niet. Misschien zijn er ook al vliegtuigen op de terugweg nog neergestort, weet jij veel. Dus ja, om daar boos over te zijn. Ja. Kijk, met boosheid schiet je in het leven überhaupt niet veel op. Dus als je dat kan achter je laten. Ik heb ook geen hekel aan Duitse mensen. Nee. Mijn opa had echt moeite met de Duitsers. Als enigszins ging hij niet naar Duitsland. Hij had ook de pest aan zaken die katholiek waren geweest. Hij dronk geen Douwe Egberts koffie. Die wou die wat van die katholieken. Weet je. Die zou de pest dan. Dus dat zeg ik even hoe iemand zijn leven door bepaald iets kan worden bepaald. Hè? En die strijdbaarheid, die heb ik van mijn opa meegekregen eigenlijk. Heeft hij mij geleerd. Dus in die zin heb ik aan hem heel veel te danken. En als het nog een keer zou gebeuren, nog zo'n oorlog, zou je dan anders reageren, denk u? Ja, kijk, ten eerste word je tegenwoordig natuurlijk
dat bombardement van toen, dat was natuurlijk, als je gaat zo'n zwerm vliegtuigen, mm-hmm. die laten allemaal tegelijkertijd hun bommen vallen. Ja. Dus heb je altijd onterechte slachtoffers. Ja. Kijk, tegenwoordig kunnen ze als ze willen, kunnen ze meneer Poetin zo doodschieten ja. met een raket. Dus wat er dan in de oorlog gaat, is veel geavanceerder. Dus de kans dat je door een bombardement geraakt wordt, ja, alleen als er echte oorlogssituatie komt, kijk naar Oekraïne, dan kan dat gebeuren. Ja. Maar ja, hoe kan je daar tegen wapenen? Hoe kan je die Oekraïners, die liggen er in bed en ze worden kapotgeschoten? Dat ja. is toch onvoorstelbaar dat dat kan gebeuren? En dat is op iets van 1000 kilometer van hier. Hè? Het is heel dichtbij hoor. Wat dat betreft vind ik dat de wereld is heel erg onzeker geworden. Jullie staan aan het begin van een mooi leven. En ik denk dat jullie een moeilijker leven krijgen dan ik. Oh. Ja. Het is zo, de wereldtoestand is zo ongewis. China, Japan, de islam, al dat dingen. Nou, de politiek in Nederland, laten we zeggen, is de stabiliteit kwijt. Dus de corona zal nog jaren een nasleep krijgen. Misschien krijgen we hem wel weer. Dus er is zoveel aan de gang. Mm-hmm. Dat bombardement wat ik gehad heb, nou, dat is nog. Dat vind ik eigenlijk een peuterschil bij wat er wellicht. Nog kan gaan gebeuren. Dus ik ben niet zo optimistisch. Maar welke optimistisch van aard ben. Ik ben niet zo optimistisch over. Wat vindt u eigenlijk nu van de situatie daar in bijvoorbeeld Oekraïne? Ja, wat vind ik ervan? Kijk, er is maar één reden waarom we niet aanvallen. Met het Westen. Dat is de atoombom. Anders hadden we lang aangevallen. Je ziet nu dat het vreselijke hoeveelheid kriegsmateriaal wat de Verenigde Staten, Engeland en de Europese in Oekraïne pompen. Nou zie je dat dat effect gaat krijgen. En dan gaat natuurlijk Poetin weer denken, hoe kan je ze dan weer treffen? Maar ja, zoals een land met zo'n leider als Poetin, en met zo'n knoet over de hele bevolking, want je hebt er natuurlijk niks te vertellen, want Rusland is een arm land, groot en arm, mm-hmm. maar zolang daar zo'n rare kniepers aan de oorlog zit, ja, doen we er niks aan. Want we zijn bang, en terecht, dat als we atoombommen krijgen, dan is het gebeurd, hè? Dan is het gebeurd, denk ik. Somber, hè? Nee, denkt u eigenlijk dat u iets heeft geleerd door het bombardement? Of ik iets van het bombardement geleerd heb? Ja, hoe zou ik dat kunnen zeggen? Nou ja, ik heb eruit overgehouden dat als je wilt, kan je iets bereiken. Maar dan moet je doorzetting, je vermogen hebben. Je moet ook een beetje geluk hebben. Je moet die mensen ontmoeten die je een beetje kunnen helpen. Maar het heeft geen enkele zin om ook als je tegenslag hebt, heeft het ook door een bombardement, heeft het geen zin om daarover te zaniken. Want het schiet niet op. Je kan alweer de hele dag zitten, had dat niet mogen gebeuren, weet je wat. Maar het is gebeurd. Dus ja, je moet ook. Maar dat is heel individueel. Jij vraagt het zo, omdat iemand anders kan er heel anders over denken. Ja. En herdenkt u ook het bombardement ieder jaar? Nou, ik heb dus een keer opgetreden hier in 3 maart om dit verhaal te doen. Mm-hmm. En omdat ik zelf dus, een uitkering heb van een bepaalde wet, ben ik dus ook echt oorlogsslachtoffer. En dan krijg je een uitnodiging voor 4 of 5 maart, mei, de Dam. Mm-hmm. Daar ging ik naartoe. En ik ben de afgelopen keer niet geweest. Waarom? Dat is, mijn vrouw is een paar weken geleden opgenomen voor dementitis. Ik zit nog in die verwerkingsfase. En ik kon het niet op te brengen. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb ben op 8 mei, 3 mei, 5 mei, om 8 uur in de huis gaan staan. En ik heb die 2 minuten stilte in acht genomen. En allerlei gedachten gingen er door mijn hoofd. Ik dacht aan mijn moeder, wat nogmaals de grootste slachtoffer van de oorlog. Ik dacht aan mijn vrouw, die veel te vroeg is overleden. Ik dacht aan mijn huidige partner, die dat leven kwijt is. En de tranen biggelden over mijn wangen. Dat heb ik nog nooit gehad. Oh. Dus dan zie je dat mijn eigen gestrest zijn vanwege dat wat mijn partner aan de hand is. Dat werkte door op dat moment. Oh, ja. Dus ik denk bij mezelf, ouwe, kijk, je zit toch alleen in je huisje. Laat dat gewoon stromen. En toen was ik het kwijt. Maar ik had dus een hele. En volgend jaar ga ik weer. Ga ik weer naar de Dam. Weet u dat ook echt op tv en zo? Nee, kijk, je zit in die grote kerk en dan kan het zijn dat je. Kijk, wij horen bij het klootjesvolk, hè? Oh. Wij zitten ergens achteraan, want de big shots, was ik vroeger zelf ook, die zitten voorin. Oh ja. En dan mag je wel, later mag je dan helemaal uit de kerk naar de Dam lopen. Uh-huh. Bij het monument, daar staan banken.
Uh-huh. En dan kan je dan zitten, gelukkig. En dan kan je dus het van dichtbij meemaken. Oh, dat is maar wel... ik ben geen autoriteit. Nee. Ik ben gewoon klootjesvolk nummer zoveel. Dat is, ook genoeg hoor. Maar dat doet me wel wat. En ik weet niet, ja, misschien hebben jullie daar geen animo voor. Maar er was zo'n prachtige toespraak op de 4 mei in de kerk. Van een historicus, Hans Goedkoop. Een briljant verhaal. Ik heb het de volgende dag opnieuw gekeken. En ik ben zelf ook historicus, dus ik kan me ook een beetje voorstellen wat hij zei. Maar zo'n verhaal, dat hakt er ook in. Want je doet toch een oproep, je waarschuwt voor mensen. Wees wel waakzaam. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk eigenlijk door zo lang niet in oorlog te leven in Europa. Hebben wij gedacht, dat gebeurt ons niet meer. Ja. En verdorie, het gebeurt ons wel. Ja. Dus er is een uitspraak, als je oorlog wil, moet je je voorbereiden. Zitten hier gymnasiasten in de zaal? Si fit spatiam parabellum. Als je vrede wil, moet je op de oorlog voorbereiden. Maar het is wel zo. Je moet toch je verdediging organiseren. Dus waakzaamheid is wel geboden. Ja, dit was een beetje het einde van ons interview. Nou al? Ja, zo. Nu al. Kom ik daarvoor uit Amsterdam? Wilt u nog wat meer vertellen? Ja, wil ik nog niet meer vertellen? Wat zal ik nog meer vertellen? Ik heb wel veel verteld eigenlijk, vind ik. Ja, vind ik. Ja, ik weet niet, misschien zijn er nog vragen. Ik weet het niet. Ja. Zijn er misschien vragen? Ik weet niet. Hebben ze allemaal moeten meeschrijven of zo? Wat hebben ze gedaan? Ja, ze moesten maken. En wat moet je dan doen? Nou, een soort verslag van verslag maken. Dan krijg je een cijfer voor? Ja. Nou, jullie krijgen allemaal een 8. Hopelijk. Wat met mijn zus is gebeurd? Mm-hmm. Niks. Want die heeft, niet getrouwd met kinderen. Maar die was helemaal niet geraakt. Maar die heeft toen na de oorlog via de huisarts een advies gekregen om 4 maanden... in het zuiden van het land bij te komen. Dus is ze 4 maanden bij een ander gezin geplaatst om als het ware weer een beetje aan te sterken en een beetje deze buurten te vergeten. Maar zij, ik denk dat zij, als het erop aankomt, nog meer last van de oorlog heeft gehad dan ik. Zij is er emotioneel meer bij betrokken dan ik. Zij herinnert zich meer. Nou ja, ze heeft dus ook dezelfde herinneringen aan ik, maar zij heeft mij natuurlijk wel gezien zitten met dat armpje. Ja. En dat heeft haar natuurlijk ook wel in de hoofd gezet. Als je dan je broertje, ik was 4 jaar jonger. Dat als je dat dan zo ziet, dan denk je, potverdorie zeg. Dus en dat heeft ze wel bij zich gedragen. Soms zegt ze wel eens tegen mij, weet jij dat wel? En dan weet ik helemaal niet. Waar moet ik dat dan weten? Nou, ja, ze misschien is wat. En dan zegt ze dan zo, ja, heeft dat. Dus bij haar is het ook zeer levend. Ja. Ja. Je kan blijven zitten met dingen die je overkomen. Maar je kan ook ze accepteren zoals ze zijn en dan ervoor gaan. En ik denk dat u met uw verhaal, maar ook met uw geschiedenis, hebt laten zien dat je, ook al heb je dan misschien een wat dikkere zool onder je schoen. Okay, en kennelijk is uw arm ook niet helemaal goed. Nee. Het hoeft je dus niet te belemmeren als je iets overkomt. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel, dat staat een beetje los van het bombardement, maar het mooiste... Daar heb ik wel bij gezegd, dat heeft ook wel te maken met je karakter. Ja. Dat weet je niet. Dat, als je dan die tegenslag hebt, dan merk je... Ook misschien gesteund door je, als je jong bent door vader en moeder. Maar dan merk je pas hoe je in elkaar zit en of je het op kan brengen. Ja. Dat moet je wel kunnen opbrengen natuurlijk. Ja. Nee, dus als het glas altijd half vol is, is het makkelijker in het leven dan als het altijd half leeg is. Ja. Okay. En wat vond je ervan? Zeg het eens even. Ik vond het. Ja. 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 Oh.